Er was eens, in een heel ver land, net voorbij de Evenmaar, een jongen wiens adellijke ouders op een kwade dag niet terugkeerden van een reis die door een donker woud voerde. Ze waren op mysterieuze wijze spoorloos verdwenen. Wat er gebeurd was, bleef voor altijd een raadsel. Al vanaf zijn geboorte was de jongen een bijzonder kind. Zo wist hij kleine tovertwinkeltjes uit zijn vingertoppen te toveren. Bloemen gingen open als de kleine er zijn handjes boven hield. Maar tegelijkertijd hing er een dreiging boven hem. Het was iets duisters in de lucht. Iets zwarts aan de horizon. Een diepe kras in het boek van zijn toekomst. Toen duidelijk was dat zijn kleinzoon wees was geworden, nam zijn stokoude grootvader een besluit en bracht hem naar een oude adellijke vee. Zij nam hem liefdevol op en omdat hij zo plotseling in haar leven gekomen was, noemde ze hem Pardoes. De oude vee voelde ook de duistere dreiging om Pardoes. Om hem daartegen te beschermen, hield ze zijn ware naam en zijn afkomst geheim en voedde hem op als haar eigen zoon. Al vanaf zijn vroegste herinneringen weet Pardoes niets anders dan dat hij dagelijks les krijgt van haar en van zijn leermeester, de grootmagister. Zij zorgen ervoor dat hij wordt opgeleid tot de tovenaar van de koning. Samen met de dochter van de koning, prinses Pardijn, groeit hij op in het koninklijk paleis, waar ze lessen volgen aan de hogere school voor magische wis- en sprookjeskunde. Pardoes de tovenaar is nog slechts een jongeling als tijdens zijn opleiding duidelijk wordt dat hij niet alleen buitengewoon snel de kennis uit de vele weet- en sprookjesboeken opneemt, maar dat hij eveneens beschikt over bijzondere magische krachten. Het is daarom dat zijn leermeester hem een o zo belangrijke taak geeft. Een taak die hem naar sprookjesachtige en mysterieuze oorden leidt, zoals de wonderlijke wereld van de Efteling. Zo vinden we hem ook nu weer aan het werk in zijn reusachtige bibliotheek, waar langs de wanden huizenhoge boekenkasten lijken te zuchten onder de zware last van de ontelbare boeken, waarin alle sprookjes uit de hele wereld zijn verzameld. En één van die boeken die Pardoes nu in zijn handen heeft, is een heel bijzonder sprookjesboek. Een boek zonder letters of plaatjes, met alleen maar stemmen en geluiden. Kortom, een luisterboek. Alle tovertwinkels. Dit is wel een heel bijzonder magisch boek. Een echt sprookjesluisterboek. Eens even kijken hoe ik dat kan openmaken. Ja, met wat tovertwinkels en een oude boekenspreuk, dan moet het gaan. Nisturica pergamenta libraedia. En wauw! Dit is werkelijk fabuleus en prachtig. De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag. Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen? Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten. Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè? Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur.
Niemand kon meer binnenkomen. Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord! Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt. Wie kan dat zijn? Mama is pas net weg. Kindertjes, doe eens vlug open. Wie bent u? Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes. Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf. Dat heb je goed gehoord, dat klopt, daar heb je hem. Die grote boze wolf, je hoort het aan zijn zware stem. De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier. Goedemorgen, wat kan ik voor... U bent een wolf! Ik wil nu meteen een pot honing. Maar natuurlijk, meneer de wolf. Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje. Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur. Wie is daar? Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen. Jippie, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster. De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was. Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes. U bent de boze wolf. De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel. Goedemorgen, wat kan ik... Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat? Maar, natuurlijk, meneer de wolf. De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur. Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje. Daar is onze mama! Maar het oudste geitje wist wel beter. Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster. De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster. Daar is onze mama! Dat is mama! Mam, kom snel binnen! De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten. Ik zal jullie allemaal opeten. Je kunt je niet verstoppen. De geitjes stoven alle kanten op. In de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal. Alhoewel, het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar. Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol. Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom. Hey, daar ligt de wolf en kijk hem nu eens gapen. Zijn buik is veel te vol, hij ligt zo wat te slapen. Niet veel later kwam moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen. Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee! Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen. Wat kan dat zijn? Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten. Mama, mama,
opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee. Samen liepen ze naar buiten. En daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder Geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf. Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen. Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen. Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn. Moeder Geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit, want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen. Mama, het was zo donker. En zo eng. Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn. Maar mam, wat doen we nu met de wolf? Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten. Snel, stenen zoeken! De 7 geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen. Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien. Dat haal ik wel, mama. Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht. Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen! Doe de deur op slot en hou nou op met praten. Dan heeft die boze wolf echt niks in de gaten. Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten, want al snel werd de wolf wakker. Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put. Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen. Laten we buiten gaan kijken. Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn. Ik zal jullie nooit meer alleen laten. De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest. Ik ben de boze wolf, velen vinden mij heel eng. Maar ik ben niet zo bloeddorstig zoals iedereen wel denkt. En al heb ik scherpe tanden, ik heb ook een zachte vacht. Ik ga grommen door het leven, want dat is wat men verwacht. Maar ik laat me niet kisten, gevreesd of niet, ik blijf waar ik ben. Totdat iedereen me kent als vredig. Overdag als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Ik wil zo graag de held zijn voor één dag. Vaak ben ik heel erg eenzaam, dan voel ik me alleen. Ik wil met anderen kletsen, maar ik kan toch nergens heen. Net als de 7 geitjes is iedereen bang om me te zien. Dan draai ik me om, sluit mijn ogen en tel maar weer tot 10. Nee, ik laat me niet kisten, geliefd of niet, ik blijf waar ik ben. Totdat iedereen zegt, hey, die is aardig. Overdag als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is.
gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Hoe kon ik maar de held zijn? Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn. Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Maar ooit zal ik geliefd zijn, ieders beste vriend zijn. Ja, ik zal de held zijn vandaag. Pom, 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 pom. De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos. Schiet nou op, Gustaaf! Ja, mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden. Zie daar, dat hert! Ja, wat is er mee? Dat ga ik raken, met één schot. De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste. Nou ja, ik mis nooit! Plotseling verscheen een boze heks. Het donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker! Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier, zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem! Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen? De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak. Ah, dat is het! Stierig, mensen, maar zin in! De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner. U beoudt nou! Nou, zeg, ik ben een prins. Dat zal je leren! Spot nooit met een heks. Prins, waar bent u? Laat me niet alleen. De heks lachte en verdween in het niets. Daar staat hij dan. Dat wordt een klus. Op zoek naar iemand die de betovering verbreekt met een kus. Het andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar zeven broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken
nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen. Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal. Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven. Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn. De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk. Kan ik je helpen, prinses? Wat is dat? Wie ben jij? Ik ben een kikker. Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien. Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen. Oh ja? Zou je dat voor me willen doen? Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen. Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen. Ja, wat heeft een kikker nou goud en juwelen? Ik wil maar één ding van jou. Oh, nou ja, zeg het maar. Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slapen in jouw bed. Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen. Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen. Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij. De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek. Ah, mijn bal! De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan. Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij. De kikker wilde haar nog inhalen, maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver. Ze willen niet, ze vindt hem eng, maar was ze niet zo weggerend, dan had ze hem nou beter gekend. Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroertjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt. Wie zou dat kunnen zijn? De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet. Majesteit, een bijzondere gast komt het zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker. Niemand durfde iets te zeggen. Totdat... Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar... Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis? Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier? Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald. Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid? Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien, ik heb het zelf gezien. Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar. En ik heb een gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen. Is dat werkelijk waar? Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht... Lakei, haal een extra bord voor onze gast. Maar vader, hij is een kikker. Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer. Prinses! 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 Wat wil je? Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet mee. Ik ben tenslotte een kikker! De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk. Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker? Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe. Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen? Papa! Ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt. Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd. Zijn bordje werd op de tafel gezet. De prinses die kreeg een wijze les. De kikker slaapt in het prinsessenbed. De prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend. Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik? Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan. Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn. Maar... ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven. De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien, was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast. Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan. Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins. Je bent een prins? Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd. Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag? Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga? Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins. Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus. Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken. De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet. Straks ga ik iets leuks doen, thuis bij de prinses. Ik mag van haar bordje eten en slapen in haar bed. We zijn de beste vrienden, of althans, dat is mijn wens. Misschien geeft ze me wel een zoen en vergeet dat ik een kikker ben. Ze wil me niet, ze vindt me eng. Maar als ze me iets beter kent, ziet
wie ik werkelijk ben. Ik hoop dat ze nog weet wat ze me beloofde. Beloofd is beloofd. Leven, voor mij toch veel te lang. Nu bijna gaat gebeuren waar ik zo naar verlang. De betovering verbroken, niet meer kikker maar weer man. Het is alleen wel een beetje eng dat alles nu van haar afhangt. Ze wil me niet, ze vindt eng. Maar als ze me iets beter kent, ziet ze wie ik werkelijk ben. Ik hoop dat ze nog weet wat ze me beloofde. Ze wil me niet, ze vindt me eng. Maar als ze me iets beter kent, ik werkelijk ben. Ik hoop dat ze nog weet wat ze me beloofde. Beloofd is beloofd. Roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren. We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën. De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën. 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen. En zo geschiedde. Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën. Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje. Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid. En ik de gave van oprechtheid. Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open. Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd? Wat gebeurt hier? Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven! Nee! Grijp die vrouw! De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat. Wat moeten we nu doen? De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde. De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden. Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land. Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden.
Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien. Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Doren Roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn. Klein prinsesje, zo mooi en oprecht. Alles komt straks weer op zijn pootjes terecht. Vele jaren gingen voorbij. Doren Roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had. Wie ben jij? Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij? Mijn tante noemt me Doren Roosje. Je naam is net zo mooi als jij. Doren Roosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen. Doren Roosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten? Wat kan het voor kwaad? Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn. De dag van Doren Roosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doren Roosje allang wakker was. Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen. Ga terug, het is geen goed idee, want in het huisje wacht de boze vee. Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doren Roosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doren Roosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan. Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje. Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel. Dag mevrouw, wat bent u aan het doen? Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind. Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien. Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen? Kan dat geen kwaad? Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt. Toen Doren Roosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich. En Doren Roosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze vee te zijn. Hahaha, dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen. Ondertussen was de goede vee wakker geworden en had het lege bed van Doren Roosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doren Roosje. Ze schrok hevig. De boze vee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haar spreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doren Roosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede vee. Doren Roosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij! De goede vee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal. Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden. Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn. En toch wil ik het weten. Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doren Roosje.
Maar besef wel dat waar je nu voor kiest, ik niet meer ongedaan kan maken. De goede vee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede vee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden. Luid de klokken en speel de trompet. Doornroosje zal door Jonathan worden gered. Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt... Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen. En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan. Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb. Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen? Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen. Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land. En waar nog jaren later over werd gepraat. Staat een kasteel, het staat in de struiken, wat zijn er te veel. O ja, nu weet ik het alweer. Hier slaapt Doornroosje al 100 jaar lang. Ze wacht op de prins en een kus op haar wang. O, kon ik maar eens kijken hoe het binnen was. Want wat moet het leuk zijn in het kasteel? Ik zou dansen en spelen, me nooit meer vervelen. Zeg, hé, hey, daar kom je pet nou eens uit. Wat een gesnurk, dat is toch geen geluid. Ik kijk stiekem in door een roosje haar kast. Kies een jurk uit en kijk of die past. Terwijl ik even voor haar spiegel sta. Ik maak me mooi met haar prachtige ringen en allerhande prinsessendingen. Kon ik maar heel eventjes Doornroosje zijn. Want wat moet het leuk zijn in het kasteel? Ik zou dansen en spelen, me nooit meer vervelen. Zeg, hé, hey, daar kom je pet nou eens uit. Wat een gesnurk, dat is toch geen geluid. Was ik maar in het sprookjeskasteel. Pret tot en met, zeg, kom eens uit bed. Doe je kleren recht en je haren goed. En wat water door je snoet. Wakker worden, je bent al te laat. Je moet zo naar school, het wordt tijd dat je gaat. Hou eens op met dat gegeeuw. Je slaapt nu al,
bijna een eeuw. Kom naar beneden, ik heb thee gezet. Je kleren liggen klaar op je bed. En hou nou op met dat gegeeuw. Je slaapt nu al bijna een eeuw. Zeg, hou eens op zeg. Ik moet er zelf van grappen. Opstaan nou. Oké, papa. Word nou eens wakker. Ja, ik hoor je wel. Wakker worden. De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in en dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan. Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou? Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste. Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien? Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen. Nou, weet je wat? Ga met mij mee. En dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch? Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam. Samen ging de reis verder, tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen. Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat. Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is. Onderweg naar de prinses kreeg de prins een goed idee. Hij verzamelde 6 dinaren en nam ze met zich mee. Na een dag rijden kwamen ze bij een hoofd en even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek. Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker? Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnenpas. En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden. Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog. Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien? Shh.
Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil. En jij? Heb jij pijn aan je ogen? Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen. Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen. En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar eens polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten. Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan. Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat. Werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam. Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit. Je mag dan kunnen toveren, jij lelijke toverkol. Maar de prins en zijn zes dienaren, die houden het langer vol. Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen. Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk. De zes dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen. Ach, kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor. Maar eerst even drie opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen. Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren. Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen. Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring. Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks. Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen. Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks. Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien? 300 vaten wijn. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen? Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Oh, of mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen? Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit. De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had. Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten. Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer. Zo, dat was een goede bodem.
lekker zeg. De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte. Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter. En kom haar dan om 12 uur vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je. En zal ik je straffen. Blijf toch op je hoede, want het is nog niet gedaan. De heks komt met haar toverspreuk, ga op de uitkijk staan. De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten, Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting en Langnek ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot 1 uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar... Sst, stil! Ik hoor wat! Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard! Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet. Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug. Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachtten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam. Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betroveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen. De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Prinsessenhand. De sluwe koningin zei, dat is goed, jij wordt haar man. Maar dan moet je haar eerst vinden en schiet maar een beetje op. Want je krijgt een half uurtje. Als je faalt, ben jij de klos. De prins zei, hij kon de hele wereld aan. Want hij had buiten om de hoek 6 speciale helpers staan. Ik ben zo snel, ik ben zo snel. Ik ben zo snel als de wind. Hij is zo snel als de wind. Ik ben zo snel, ik ben zo snel. Ik ben zo snel als de wind. Hij is zo snel als de wind. Hey, Langnek en luister, Pink, doe jullie eens je best. Luister en kijk maar goed, we zoeken de prinses. Eén zegt, ik hoor haar. De ander strekt zijn nek, toren boven alles uit. Wij
wijst dan langzaam naar een plek. Ergens heel ver aan de einde, ver voorbij de horizon. Ze keken hoe het torenbeen zijn spieren rekte. Hij zei: spring maar op mijn rug, het wordt tijd dat ik vertrek. Ik ben zo snel, ik ben zo snel. Ik ben zo snel als de wind. Hij is zo snel als de wind. Ik ben zo snel, ik ben zo snel. Ik ben zo snel als de wind. Hij is zo snel als de wind. Eenmaal onderweg werden ze bijna nog gestopt. Maar heuvelbuik en kogeloog gaven het niet op. Eerste dronken meer leeg, slok voor slok. Een rots die in de weg lag, keek kogeloog kapot. Een vuur was toen nog lastig, maar koukelen blies het uit. Ze kwamen bij de bruid, zij werd eindelijk verlost. Nu alleen nog snel terug, torenbeen in galop. Ik ben zo snel, ik ben zo snel. Zo snel als de wind. Hij is zo snel als de wind. Ik ben zo snel, ik ben zo snel. Ik ben zo snel als de wind. Hij is zo snel, hij is zo snel. Hij is zo snel als de wind. Ik ben zo snel als de wind. Hij is zo snel, hij is zo snel. Hij is zo snel als de wind. Ik ben zo snel als de wind. De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die twee besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets. Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen? Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak. Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven. Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken. Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning. Hou je kin omhoog, ook al heb je geen rode cent. Je borst vooruit en zeg dat je de beste bent. Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas. De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem. Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen. De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land. Zeg, van wie is al dit land? Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen. Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen. Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier. Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier. Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet. De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen? Ja, oké. Okay. Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets. Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen? Stop de koets. Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend? Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis? Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiede weerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies. In een mooi kostuum lijk ik plotseling heel erg rijk. Het is daarom dat ik op een koning lijk. Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd. Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen. De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort. Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien? Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen. De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam. Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner. Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik zeg je, ik ben de beste. Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan. Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets. De gelaarsde kat wil graag een koninklijk bestaan. Hij heeft nog een plan, kijk daar komt hij op zijn laarzen aan.
op datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig. Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg, boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken? De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord. Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas. Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen. Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u. De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter. Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is? Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire? De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal. Mijn beste markies van Carabas, ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt. Dol, graag. Oh, sire. Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat. Rustig en lief en bovendien lekker zacht. Maar sinds ik het sprookje las van de glazen kat, heb ik vaak gedacht aan de kat die alles voor je doet en voor je door het vuur zou gaan. Al je dromen waar, maar kijk, daar komt die op zijn laarzen aan. Soms droom ik dat hij net zo was als de kat die alles voor je doet en voor je door het vuur zou gaan. Al je dromen waar, maar kijk, daar komt hij op zijn laarzen aan. Je vraagt je af waarom ik zing tegen beter weten in over de gelaarsde kat. Het is ook best apart, maar een kat die alles voor je doet en voor je door het vuur zou gaan.